Goedenavond beste Nieuwsbit-kijkers. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Vandaag weer een uh, nieuwe BTC-update. Um, vergeet allereerst niet even te liken op deze video. Ook te subscriben op ons YouTube-kanaal mocht je meer van deze content willen zien. En uh, vergeet ook niet even ons Telegram-kanaal te joinen mocht je daar niet in zitten. Um, daar posten wij namelijk marktupdates updates en houden we jullie op de hoogte over uh, de marktontwikkelingen. Nou, dan gaan we maar eens beginnen met de update over Bitcoin. Zoals jullie weten, treden we eigenlijk nog steeds in die weekly order block die we hadden staan. Um, deze staat er eigenlijk al ja, zo'n goede maand, hebben we deze al op de chart staan. En die wordt ook nog steeds gerespecteerd. We treden nou al bijna een maand in deze range. En um, ja, we zien eigenlijk geen duidelijke accumulatie op Bitcoin, desondanks we wel in die weekly order blok zitten... wat naar mijn mening nog steeds wel redelijk bullish is. Um, ook kunnen we nu zien op de chart dat we binnen die weekly OB... een um, ja, soort van short time frame weer een range hebben getekend of hebben gemaakt. Op de daily ziet hij er net iets wat choppier uit... Um, vandaar dat ik hem short timeframe noem. We hebben hier dan op de daily kunnen we hier dan wel mooi de support supportzone identificeren. Um, voor de rest een hele hoop indecision in, binnen de candles. We hebben hier een, um, ja, eigenlijk een soort van inverted hammer. We kunnen mooi zien dat de um, kopers de prijs niet verder omhoog kunnen drukken en de sellers hem eigenlijk ook niet onder de open krijgen. Nou, dan, die volgde met een bullish engulfing candle, die eigenlijk gefaald was door de rejection op de bovenkant van de OB. En vervolgens uh, zien we weer wat indecision candles op de weekly. Als we vervolgens kijken op de daily, zien we eigenlijk um, dat we gewoon binnen die range aan het treden zijn. En um, nog niet zozeer een keuze maken op bitcoin. Alleen zitten we op dit moment wel op een, uh, ja, best wel een interessant punt short time frame gezien. Als we dan op de 4-hour gaan analyseren, dit is, uh, nou, persoonlijk is dit eigenlijk wel uh, mijn favoriete timeframe, um, ook omdat je, ja, naar mijn mening toch wel net een iets beter beeld krijgt over de actuele marktontwikkelingen op de per die je aan het analyseren bent. Um, nou, we kunnen hier de resistance dat nu supportzone is wel identificeren. Nou, we kunnen hier de touches zien, de vital touches die we hier hebben gehad, de retests en het proberen behouden van de zone hier met verschillende rejections, etc. Hier hebben we dan die ene stophunt gehad die ervoor heeft gezorgd dat we eigenlijk verder zijn gegaan naar die bovenkant van die weekly uh, orderblok. Um, nou, die hebben we helaas niet uh, behouden, dat kunnen we ook zien op de 4-hour. We zagen hier veel topvorming ontstaan, uh, konden geen higher high mee maken. Vervolgens hebben mensen hier shorts geopend. Op dit punt. Daar hebben mensen shorts geopend. Met waarschijnlijk een stoploss net um, boven deze wick of net boven die uh, OB. Ook zijn de stops die op deze high zaten ook allemaal uitgestopt. En dat was voor ons weer een indicatie dat we die move down gingen maken. Die correctie naar die 618, naar die 705 VIP. Die we uiteindelijk toch ook hebben gebroken. Uh, die ook niet stand hebben gehouden. Als we de support zo nou iets breder trekken, zouden we kunnen zeggen die me, dat hij hem heeft gehit. Naar mijn mening is het een frontrunner geweest. Met een stophunt op de closes. Um, je kon op veel charts van eventueel andere mensen ook zien dat die hier een lijn hadden staan op deze closes. En. Uh, of uh, deze week's bedoel ik en de closes op deze candles. Um, ze zagen dit dan dus als een stophunt uh, van de potentiële longs die hier waren geopend of eventueel hier zelfs al. Nou, dat is voor naar mijn mening eigenlijk een prima beredenatie. Ik zelf heb hem gemist. Als uh, trader zie je soms sommige dingen ook wel eens over het hoofd. Je kan namelijk niet in alle trades zitten. Nou, als we verder kijken, dan zien we op de one hour eigenlijk een uh, prachtige channel. Nou, we kunnen hier de meerdere touches zien en ook op de bovenste lijn. Um, deze bovenste lijn is naar mijn mening uh, super valid, aangezien we hier die laatste touch hebben en die retest. Um, nou, dat impliceert voor mij dat deze trendlijn, uh, de bovenste die dan de hele channel vormt, voor mij wel uh, heel erg sterk is, dus ook valid was als channel structuur. Als we dan weer verder kijken naar waar we op dit moment zitten, is het eigenlijk dat we op dit moment nog op die supportzone zitten. Ook dient deze supportzone als equilibrium van de weekly order blok, equilibrium is eigenlijk um, ja, het midden van de OB. Vaak dient die ook als support en resistance binnen die range. En dat kunnen we nu eigenlijk ook mooi zien. We kunnen ook gewoon uh, zien dat we zonder het tekenen van die equilibrium. een support zone of een resistance zone kunnen tekenen hier. Laat ook maar weer zien dat uh, de theorie van de order blocks wel zeer zeker van toepassing is. binnen het treden van deze markten. En dat je daar prima op kan handelen. Als we dan nou weer op de one hour kijken, zien we eigenlijk uh, redelijke indecision. We zijn eigenlijk een beetje aan het range op de support zone. Als we hier nou even een uh, support tekenen, kunnen we deze zo nemen als support eventueel. Ik vind hem zelf wel heel erg breed. Ik denk dat ik hem neem op de vorige closes. Dus zo haal ik deze eventjes weg om het beeld wat duidelijker te maken. Kijk eens aan. En dan kunnen we de zone eigenlijk al redelijk, ident redelijk snel identificeren. We hebben dan namelijk deze wick ook nog. Die neem ik niet mee. Wel dat die uh, gebroken moet worden om een higher high te maken. Maar als we dan nu kijken naar Bitcoin, zien we gewoon dat we nog in deze range zitten waar we eigenlijk uit moeten breken. Je zou kunnen zeggen dat we hier dan een bullish rectangle formation zien. Naar mijn mening is deze eigenlijk al te lang. Nou, we zitten hier eigenlijk ook alweer twee dagen. Dat is um, best wel redelijk een tijdje. Mocht dit uitspelen als bullish rectangle, dan kunnen we zeker deze als pool zien. Als income in de structuur en dan vervolgens als outcome deze naar de bovenkant van de hogere timeframe range. Natuurlijk zullen we hier op dit punt wat resistance ondervinden, alleen ik denk dat je als laatste target prima de bovenkant van de range kan nemen. Um, dat is dus ook gelijk eigenlijk het bullish scenario dat ik schets, dat je in binnen deze range wel een entry kan maken en al helemaal op deze supportzone, mocht je een longpositie willen openen tot aan de 8.571, Zorg er dan wel voor dat je je stop niet te strak zet. Want de kans is groot dat we een stoppunt gaan krijgen. Um, dat gaat dus zo uitzien waarschijnlijk. Dan pakken we deze stops mee. En eventueel zelfs deze low van deze candle. Dus zorg ervoor dat je je stops eigenlijk hieronder zet. En het liefst iets ruimer. Misschien zelfs um, het nemen van deze high ongeveer. Of van deze om echt safe te spelen. Dan zou je volgens mij. Als we eventjes de Long Position tool erbij pakken. Juist. Op een 4% gain. Ja, mocht dit je stoplos zijn, heb je prima risk to reward ratio. Dus mocht je deze trade willen nemen, um, kan je dat zeker doen. Het is wel een beetje riskant aangezien je nog niet wacht op de conformatie. Um, Ga je wachten op de confirmatie, pak je pas een entry na het breken van de bovenkant van de short time frame consolidatiezone of hoe je het ook wil noemen. Nou, dan ga je dus voor een magere 3.31% uh, met de stop loss daar iets strakker onder of aan de onderkant van die range weer. Dat dus naar mijn mening niet zo'n hele gunstige stop, aangezien die uh, hier weer kan bouncen. Um, de entry aan deze bovenkant is dus, naar mijn mening, ook iets minder. Mocht je die wel nemen, koop hem dan misschien op de breakout. Aangezien we, als we hier boven breken, het redelijk snel kan gaan naar die bovenkant van die high time frame range. Um, als bearish scenario gaan we gewoon zien dat we dan uit deze range breken die we nu vormen. Dan kunnen we eventueel nog een move up zien en vervolgens naar die downside. Uh, het mooiste is ze zijn een bearish retest, maar aangezien de moves op BTC altijd redelijk hard gaan, is de kans dat we vanuit hier gewoon naar beneden gaan erg groot. Um, de eerste supportzone zal dan liggen op de 8.040 en op de 8.022. Dit is een short time frame range en mochten we die ook niet behouden, dan kunnen we hier op de korte termijn ook even de fib trekken. Nou, dan zien we eigenlijk dat die zo'n redelijk oplijnt. Um, nou, dan kunnen we de OTE, dus de 705 nog nemen als supportzone. Die ligt op de 7.971 en als we daar doorheen zakken, dan hopen we eigenlijk die uh, higher low die we hebben neergezet hier niet te breken om die uptrend te vervolgen. Of in ieder geval een, um, ja, een iets boelerische view te krijgen op bitcoin binnen deze range. Mocht die wel breken, gaan we naar die onderkant range, dat uh, naar mijn mening misschien wel fataal kan zijn voor Bitcoin. We gaan dan voor naar de eerste, tweede, eventueel kunnen we deze zien als derde. Gaan we misschien naar de vierde touch zelfs op deze range, dat ervoor zou kunnen zorgen dat we er doorheen gaan zakken. Ik zelf uh, denk wel dat we dat bullish scenario gaan uitspelen. Dus het breken van deze rectangle of consolidation zone bovenop support is net hoe je hem wil zien qua patroon of gewoon als price action gezien. Um, de kans is naar mijn mening dus redelijk aanwezig dat we naar die 8500 gaan. Let daar dus ook op mocht je gewoon Bitcoin's hebben gekocht onderaan deze ranges. Dus de ja, eventueel de 7815 tot de ja, 7710. Houd die bovenkant reeds in de gaten als eventuele ja, point of selling, mocht je bitcoins hebben. Ik hoop dat ik jullie bij deze dan weer genoeg heb geïnformeerd over de actuele status van Bitcoin. Uh, mocht je daar nou nog vragen over hebben, join overal de Telegram-kanaal. Um, ik en Nick zijn daar er altijd erg actief en uh, we helpen je graag mocht je vragen hebben. En dan uh, zie ik jullie weer in de volgende video.